Nou, het is hier wel echt enorm rustig vandaag, zeg. Ja, maar soms is dat wel eventjes fijn. Geeft ons wat tijd om het rustig aan te doen, te ontspannen, de rozen te ruiken. Of de rozen thee. Hi, Speedster. Oh, joepie. Wij waren wel klaar met rustig aandoen. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb net de Glitter Grand Prix gereden. Ik ben als tweede geëindigd na Galaxy Girl in Hovercraft. Oeh. Uiteraard vind ik dat haar voertuig gedisqualificeerd had moeten zijn. Heb je tijd voor een smoothie? En meer verhalen over je races? Daarom ben ik hier. Daar zat ik dan, de eindstreep in zicht. Ik was net door de vierde bocht in fel daglicht. In de race, aan de leiding. En toen zag ik in mijn ooghoek Galaxy Girl. De zonschittering in haar bril verblindde me voordat ik gas kon geven. Ik kon niks zien behalve die geblokte vlag met Galaxy Girl's bumper voor mijn neus. Verdikkie. Nou ja, ik kreeg alsnog een lied op het podium voor de tweede plaats. Ik heb vast de volgende keer meer geluk. Ik kan het me niet voorstellen om te racen zoals jij. Oh. Oh. Nee, ik denk dat racen gewoon niet echt mijn ding is. Wat? Heb je me nodig in de studio? Wacht maar tot jullie me zien racen. Goed, ik moet er weer vandoor. Vertel ons meer. De baby's worden nooit moe van verhalen. Eigenlijk worden ze überhaupt vrijwel nooit moe. Bedankt voor de pitstop, Speedster. Hey, is dat Galaxy Girl? Nope, daar lijkt het niet op. Doei! Jullie nou hier? Wij zijn klaar voor het leven op de weg. Jullie zijn verstekelingen. Als dat betekent voorbestemd voor grootheid, dan ja. We willen aan een race meedoen. Nu. Dat snap ik, maar dit is alleen niet echt hoe het werkt. Alsjeblieft. We gaan niet naar huis totdat we uitgeput zijn van autoavonturen. Zal ik jullie moe maken met een leuke ritje? Dat klinkt niet echt als een race, maar ik hoorde het woord leuk, dus we doen mee. Nu zijn jullie vast uitgeput. Is het nu tijd voor onze race? Oh, nee. Blijkbaar ben ik de enige die uitgeput is. Maar ik denk dat ik een idee heb. Doe jullie ogen maar open. Tijd om te racen. Maar we willen gas kunnen geven. Vandaag kunnen jullie dat met jullie voeten doen. Jullie zullen het hele blokje om moeten rijden. Rustige baby's, start jullie motoren! Drie, twee, één.
Nou, die baby's hebben de smaak nu waarschijnlijk echt te pakken. Nee, je denkt toch niet dat... Ja, 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 ja.